Hoe werkt de bediening van de vernieuwde Opel Insignia? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewes in Roden. Nou, ben je nieuw en bekijk ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. Want op dit kanaal verschijnt wekelijks een video met uitleg over een Opel model, zoals deze, of met uitleg over een Opel systeem. Nou, vergeet niet om abonnee te worden, dit kost helemaal niks. En zo krijg je ook als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video dus uitleg geven hoe het interieur en de bediening werkt van de vernieuwde Opel Insignia. Nou, de video die we laatst hebben gemaakt, hebben we al de 5 grootste veranderingen uitgelegd. Mocht je deze video gemist hebben, ik zal hem uiteraard hierboven nog even linken, zodat je deze ook in alle rust kunt bekijken. Maar hoe ziet het interieur eruit? Hoe werken de knoppen? En wat zijn handige tips om te weten? Dat laat ik je nu zien. Nou, dit is dan het interieur van de vernieuwde Opel Insignia. Het is natuurlijk leverbaar in verschillende uitvoeringen en ook zijn er verschillende opties mogelijk. Nou, we zitten nu in vrijwel een van de luxere uitvoeringen. En op deze auto zit eigenlijk heel veel al op en aan. Het kan dus zijn, het is in deze uitlegvideo, ik denk een uitleg die wellicht niet op jouw Insignia van toepassing zijn. En mocht er aanvullende vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Nou, dan begin ik de uitleg aan de linkerkant. En daar kun je de spiegels mee instellen. Er zitten hier 2 knopjes. Nou, uiteraard voor links en voor rechts. Dus als ik zeg van ik wil de linkerspiegel instellen, druk ik eerst deze in. Dan verschijnt een lampje. En dan kan ik hier de spiegel mee instellen. Uiteraard geldt voor de rechter buitenspiegel precies hetzelfde. Als ik deze inklik, dan kan ik hiermee instellen. Via de knop hieronder kan ik regelen dat de achterpassagiers de ramen niet kunnen bedienen. Bijvoorbeeld als er kleine kinderen in zitten, kun je deze aanzetten zodat ze niet de ramen naar beneden omhoog kunnen doen. En hieronder is een knop voor elk raam om die elektrisch open of dicht te doen. Bij elke deur is uiteraard ook een knop voor dat raam, maar aan de bestuurderskant kun je alle ramen via deze mogelijkheid allemaal bedienen. Hier aan de bovenkant kan ik de deuren nog mee vergrendelen. Dus mocht ik ergens rijden, ik denk van nou hier is het niet heel prettig, kan ik hiermee de deuren ook dicht doen of uiteraard ook weer open doen. Dat kun je ook automatisch instellen, dat gaat via de instellingen via het infotainment systeem. Nou, en dan de verlichting, die bevindt zich eigenlijk hier linksonder, achter het stuurwiel. Het mooiste is eigenlijk om gewoon op automatisch te zetten, dan regelt hij dat helemaal zelf. Daarnaast kun je ook nog zeggen van ik zet hem op stadlicht of gewoon normaal op dimlicht. Maar zoals ik zei, bij automatisch gaat hij dus helemaal zelf. Nou is deze auto voorzien van een Intellilux LED Pixel Matrix verlichting. En daarmee gaat de hoogteverstelling gaat ook automatisch gebeuren. Dus mocht je dat niet hebben, die verlichting, dan is hier nog een knopje om ook de lamp in hoogte in te stellen. Aan de linkerkant hier, als je dat knopje indrukt, kun je hiermee het dashboardverlichting nog wat dimmen of wat feller doen. En de mistlampen, die kun je hiermee bedienen. Dit is voor de mistlamp voor en dit is voor de mistlamp achter. En hierachter, daarmee kun je het head-up display kun je instellen mocht die aanwezig zijn op je auto. Met de eerste knop kun je eigenlijk het scherm iets hoger of wat lager zetten. Daarnaast kun je de info, dus de informatie wat je kunt zien, kun je hiermee ook nog wijzigen. En de rechterkant kun je hem ook nog donker of licht maken. Nou, deze head-up display, dat projecteert hij op het voorraam. En die komt hieruit en die wordt hier op het voorraam wordt die geprojecteerd. Een super handige functie ook, waarbij je dus heel makkelijk en snel kunt zien. Nou, bijvoorbeeld had je daaruit ook met navigatie, dat je bijvoorbeeld hier naar rechts of naar links moet, geeft hij heel makkelijk en duidelijk aan. Dan heb je de linker hendel, is uiteraard voor de richting aanwijzig. Nou, dat wijst wel voor zich. En dan zit hier ook nog een knop op om de verlichting ook automatisch nog in te stellen. En dat is inderdaad met de Intellilux LED Pixel Matrix verlichting heel handig. Dus deze moet je eigenlijk ook aanzetten. En dat kun je dus zien als je het knopje indrukt. Verschijnt daar ook een lampje, verschijnt daar ook van. En daarbij had hij dus een maximale uit deze verlichting. En aan de rechterkant hebben we hier de ruitenwissers. Nou, die kun je op verschillende standen doen. Als je hem 1 keer naar beneden doet, gaat hij gewoon 1 keer. Daarna 1 keer omhoog gaat hij op de regensensor. En daarnaast kun je natuurlijk nog sneller of langzamer instellen. Via deze knop, daarmee kan ik eigenlijk het interval nog regelen. En de vloeistof, helemaal naar je toe, gaat de vloeistof vooruit. En helemaal van je af gaat de vloeistof achteruit. Dit laatste is uiteraard wel alleen mogelijk als er een achteruitwisser op bijbesteld is. En dan kijken we hier naar de bediening van het stuurwiel. En de rechterkant kunnen we hiermee harder en zachter kunnen we hiermee instellen. En hiermee kun je nog door de boordcomputer kun je dan heen. En naar een andere radiozender of naar een ander nummer via bijvoorbeeld via de USB of telefoon. Dat kun je hiermee regelen. Nou, hier aan de rechterkant, daar bevindt zich eigenlijk hoofdzakelijk de cruise control. En die stel je eigenlijk als volgt in. Dit knopje druk je eigenlijk als eerste in. Dan staat hij eigenlijk op standby. En de tweede stap is deze naar beneden te houden. Die hou je 1 seconde in. Ingedrukt. En dan staat de cruise control is dan geactiveerd. Winden we ermee af hebben, dan kun je via dit knopje kun je dan indrukken om hem weer af te halen. Of uiteraard, je kunt ook de rem gebruiken. Nou, mocht je de cruise control ingeschakeld hebben, dan kun je hier nog wat harder doen of wat zachter kun je daarmee instellen. Nou is deze auto ook nog voorzien van een aantal andere leuke opties, waaronder stuurverwarming. En dat is natuurlijk super handig. Deze knop in het midden, die druk je daarmee aan.
en dan wordt de stuur lekker warm. Daarnaast zit hieronder ook nog een knop voor de begrenzer. Dus dat kun je instellen als je bijvoorbeeld niet harder wil rijden dan bijvoorbeeld 30 km per uur. Dan kun je die inschakelen. En hierboven kun je ook nog de afstand bepalen. Dus wanneer je bijvoorbeeld zegt van dichtbij, ver weg of medium. En daarnaast zitten hier nog twee knopjes voor de telefoonbediening. Nou, wanneer de telefoon gekoppeld is via de Bluetooth. En daar hebben we ook een video van gemaakt hoe je dit kunt regelen. Die zal ik hierboven uiteraard ook even linken. Mocht je gebeld worden, kun je gewoon via deze knop de telefoon opnemen. En als je de telefoon wil afsluiten, kun je op deze knop drukken. De spraakbediening werkt via deze knop. En deze auto is ook voorzien van het keyless entry en start systeem. En daardoor zit hier dus een startknop. Nou, wanneer je deze alleen op een knop drukt, dus zonder dat je een voetpedaal indrukt, dan gaat de auto op contact. En wanneer je deze knop indrukt en ook de voetrem indrukt, dan start je de auto. En dat laatste is uiteraard alleen mogelijk natuurlijk als deze sleutel, het keyless entry systeem, ook aanwezig is. Volgens deze sleutel kun je hiermee ook de deuren open en dicht doen. En ook aan de zijkant van de deur zit ook nog een knopje om de deur ook nog te vergrendelen. Ook kun je bij de Insignia instellen dat dit automatisch gebeurt. Dus wanneer de auto verlaat met de sleutel, dat automatisch de deuren ook worden vergrendeld. Nou, dan hebben we hier het Multimedia Navi Pro systeem. Nou, dat werkt natuurlijk heel mooi. Wanneer je deze knop indrukt met het huisje, kom je eigenlijk hier op de hoofdpagina uit. En dan heb je hier audio, telefoon, navigatie. Je kunt verschillende gebruikers kun je instellen. Daarnaast ook instellingen naar de Apple CarPlay en Android Auto. En ook nog die klimaatcontrole. Hè? Dus het kachelsysteem kun je daarmee ook zien. Hieronder geeft u ook nog een aantal sneltoetsen aan. En daarnaast ook nog de buitentemperatuur en de tijdstip. Nou, we hebben ook een video gemaakt van dit systeem met veel meer uitleg. En ook gaan we daar dieper dan in. Die video die zal ik hier bovenuit elkaar even toelichten. Zodat je die ook heel makkelijk ook terug kunt kijken. En zodat je dit ook heel makkelijk kunt zien hoe dit allemaal werkt. En wat je er ook allemaal mee kan. Je kunt het scherm ook nog naar links toe swipen inderdaad. En dan zie je hier nog een kort beeld van het navigatiesysteem. En hier geeft je ook nog de gegevens van de radiosenders aan wat momenteel is. En als er een telefoon aangesloten is, geeft het hier ook nog aan. Nou, een supermooi systeem die ook werkt met updates. En dat kun je dus verbinden via het wifi-netwerk, bijvoorbeeld via je hotspot van je telefoon. Of via je thuis, als je bijvoorbeeld vlakbij het huis bijvoorbeeld de auto kan parkeren. Dat die wifi-verbinding nog pakt. Dan zou die ook een aantal keer per jaar dit systeem ook weer automatisch updaten. Nou, en hieronder zit het kachelsysteem, dus de klimaatcontrole. Die is links en rechts is die gescheiden van elkaar. Dus wanneer je aan die kant zegt van nou, ik wil bijvoorbeeld 21 graden, dan zorgt hij dat het 21 graden aan die kant wordt. En aan deze kant zeg je van nou, 20 graden is maar wat te koud, ik heb liever wat lager, dan zorgt hij dat er wat koele lucht aan die kant komt. Zo kun je dus links en rechts deze temperatuur instellen. En als je dus op auto staat, via het knopje wat hier staat, als je die ingedrukt hebt, dan regelt hij dat dus helemaal automatisch. En dan hoef je in principe alleen nog maar de temperatuur in te stellen die je wenst. Nou, mocht je hem handmatig willen zetten, dan kan natuurlijk ook. Je kunt hiermee de aanjager, kun je hiermee wat hoger of wat lager zetten. En hiermee kun je ook nog de voorraadontwaarschuwing of achteruitverwarming kun je hiermee regelen. Als je op climate drukt, dan kom je hierboven weer in de instellingen om het allemaal weer handmatig in te stellen. Maar zoals ik al zei, is dus de automatische functie ook het allerhandigste. Nou is deze auto ook nog voorzien van stoelverwarming. En daar bevindt zich dus hier links een knopje voor de bestuurdersstoel. Nou, als ik die één keer indruk, dan staan ze al drie aan. En dan kan ik zo naar 2, 1 en weer uit. En aan de rechterkant kan ik voor de passagiersstoel, die kan die hiermee aan of uitzetten. Nou, en hier is nog een mooi opwegruimte. Hier ook nog voor bekerhouders zit daar ook nog. En hier hebben we nog een aantal knopjes ook voor eigenlijk veiligheidssystemen. Nou is deze auto ook voorzien van verschillende drive modus. Dus je kunt via deze knop kun je zeggen van ik wil de toerstand of normaal of de sportieve stand. Dan kan ik via deze knop mee inschakelen. Deze knop is voor het lane keep assist. Dus wanneer de auto een beetje richting de berm zou gaan, zal je eigenlijk tegensturen. Dat kun je hier of aan of uit meer zetten. En daarnaast hebben we hier nog het stop-start systeem, wat ik dus hiermee ook kan uitschakelen. Nou, dit systeem zal natuurlijk niet altijd van toepassing zijn. Er zitten heel veel factoren. Hè. Bijvoorbeeld als de accu niet volgeladen is, of als de koud is buiten, of de gordel om is, of de kachelstand op het voorraad staat, zal die het niet doen. Er zijn heel veel factoren waardoor die het niet zal doen inderdaad. Maar mocht je zeggen van ik wil dat sowieso niet, kun je heel makkelijk hier ook het knopje indrukken, waardoor het start-stop systeem niet zal werken. Dit moet je wel elke rit doen, want als je de auto weer uitzet en weer start, gaat die standaard weer aan. En daarnaast hebben we hier nog een knopje voor de parkeersensoren. Nou, die kun je dus hiermee uitschakelen, mocht je zeggen van ik heb geen zin in dat gepiep. Dan kun je heel makkelijk hier het knopje mee uitschakelen. Nou is deze auto voorzien van een automaat. Nou, een automaat inderdaad. Hè. Dus hebben we hier de P-stand. Dan eentje naar beneden hebben we dus de R achteruit. De N neutraal en ook de D-stand. Nou, wanneer ik deze naar links toe druk, dan kan ik hier nog zelf mee schakelen. Dat kan in de bergen heel handig zijn.
Nou, ook zien we dat deze auto ook een elektronische handrem heeft. Dus wil je hem erop hebben, dan kun je hem één keer aantrekken. Dan gaat hij op de handrem. En mocht je nou in een heel bergachtig gebied zijn, dus hele steile heuvels, dan kun je hem nog een keer aantrekken, zodat hij eigenlijk op de maximale stand staat van de handrem. Wil je hem er weer afhalen, zijn twee manieren voor. Of je kunt de voetrem indrukken en een knopje naar beneden, dan gaat hij eraf. Of je kunt gewoon wegrijden. Het laatste zal ik ook adviseren, want dat is natuurlijk het mooie voordeel ervan, dat hij even de remdruk ook even vasthoudt, zodat je ook makkelijk weg kunt rijden en lekker automatisch de hellingproef eigenlijk doet. Nou, hier een hele mooie armsteun van de Insignia. En als we die hem open doen, dan zien we hier nog de draadloze telefoonhouder. Nou, mocht je via de Apple CarPlay of Android Auto versie werken, dan wordt de telefoon uiteraard ook opgeladen via de kabel. Maar mocht je een telefoon hebben en niet al te groot, want het is niet al te groot, dan kan die hier ook worden draadloos worden opgeladen. En hier zien we ook nog twee USB-aansluitingen voor muziek of voor de telefoon, hè, voor de Apple CarPlay en Android Auto. En daarnaast bevindt zich hier ook nog de AUX-aansluiting. De binnenspiegel van deze auto is automatisch dimmend. Dat werkt via dit knopje daar, dus mocht hij hem erachter rijden, dan wordt hij automatisch ook donker gemaakt. En hiermee kun je de lampjes nog aan of uitzetten tijdens het rijden. Die is nu zo ingeschakeld als de deuren open zijn, dat de automatische verlichting ook aangaat. Dan bevinden zich hier achter nog een brillenhouder. Als we die indrukken, kunnen we hier heel makkelijk de zonnebril kunnen we hierin kwijt, of de leesbril natuurlijk. Dus dat is een supermooi handig opbergvakje. Deze luxe uitvoering is voorzien van een zwart hemeltje. Dat heeft dus niet standaard, maar dat geeft inderdaad wel een hele mooie sportieve uitstraling. En als laatste wil ik jullie even de stoel laten zien. En dit zijn de AGR ergonomische comfortstoelen van Opel. Deze is voorzien van helemaal lederen bekleding, maar deze is uiteraard nog in stof leverbaar. Dit is een stoel die heel makkelijk hiermee in en uitgeschoven kan worden, zodat je een langer zitgedeelte kan krijgen. Hiermee kun je hem kantelen, dus eigenlijk nog voor meer steun eigenlijk in de knieholte. Daarnaast is hij in hoogte verstelbaar en hier nog de lendensteun. Nou, het zijn echt hele fijne stoelen die ook nog op meerdere modellen van Opel leverbaar zijn en bieden echt een extra stukje comfort en heel veel verstelmogelijkheden. Zowel voor de bestuurdersstoel als ook voor de passagiersstoel. Nou, ik hoop dat ik je hiermee een duidelijke en heldere uitleg heb gegeven over de bediening en het interieur van de vernieuwde Opel Insignia. Mocht er nog aanvullende vragen zijn, dan hoor ik natuurlijk graag. Je kan deze heel makkelijk hieronder intypen of stuur een mail naar klantencontact@liewersrode.nl. Nou, mijn naam is Hendrik Liewers. Wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt weer een nieuwe video. En uiteraard hoop ik dat we elkaar dan weer zien. Tot dan!